Van alle keren dat ik weer met de trein mee moet gaan, moet ik natuurlijk weer met een overvolle chap choy trein zitten, waar dat je geen één woord kan verstaan. Een luidruchtige gast. Ik ga niet lopen klagen, jongens. First look! Let's go, Eevee! En let's go, Mitch Karp. Hij is cameraman, hij is de lul vandaag. Nee! Je doet het vast. Dan laat ik jou lekker veel editen. Hij is misschien de lul vandaag. Volgens mij is het druk. First look! Volgens mij is het druk.
We'll be right back.
Oké, we zitten hier bij Toy Story en ja, wegens de achtergrondgeluid moet ik dus helaas post-commentary doen. Maar, en ik heb een headset op, waardoor dat ik dus alleen het geluid kon horen. Maar ja, de cutscenes die je ziet, het is net alsof dat je echt gewoon een ja, aflevering of een video zit te kijken. Alsof dat je echt naar de film zit te kijken. De voices die matchen echt enorm goed en... Dat maakte mij al heel erg geïnteresseerd in het spel. Voor de mensen die Kingdom Hearts natuurlijk kennen. Hier heb je de opbouw van hoe dat zo'n logo is natuurlijk van de wereld. En ik had gekozen voor Toybox. Want ja, Toybox die kennen we natuurlijk nog niet in de Kingdom Hearts serie. En het logo zag er heel mooi uit. En gewoon hoe dat Sora er ook van Lego uitziet. Het is echt van... Je speelt gewoon in een Disney wereld. En wat het allerfijnste was op het moment dat ik het spel speelde... Is je... Het voelt gewoon echt aan alsof dat je de vertrouwde Kingdom Hearts met de fijne controls, het aanvallen, dat was heel erg makkelijk en voelde bekend aan alsof het Kingdom Hearts 2 aan het spelen was. Met toch dat vleugje nieuwigheid wat erin zit. Ja, het spel, ik vond het echt een heel erg fijn spel. Het enigste nadeel natuurlijk met een demo is, je weet niet wat je allemaal unlocked hebt, je weet niet wat voor setup dat je hebt en je hebt geen flauw idee wat de story is. Dus... Ja, ik moet wel zeggen, ik ben heel erg hyped voor de game. En ja, de demo heeft ook echt zeker gegeven wat eigenlijk de bedoeling voor was. En dat was inderdaad te laten zien hoe dat Kingdom Hearts 3 zou gaan spelen. Dus ik ben hier zeker hyped voor.
Ja, verdrietig moment. Ja, ze first looken. Oh nee, wacht even. Mijn Pokéball is kwijt. Ik serieus, net eruit met die Pokéball. Hij zit al de hele tijd, hè? Ja, volgens mij ben jij geen Pokéball kwijt. En ik zit altijd de hele tijd. Jee, jee, jee. Nou, ik heb een verdrietig moment. Ik zit te acteren. Ja, verdrietig moment. Ja, first look is voorbij. Ja. Ik moet heel eerlijk wezen. Ik moet zeggen, ik vind het aan de ene kant niet echt erg dat het voorbij is. Want het was best klein. Stands met uitzondering van Nintendo. Want Nintendo was echt heel erg aardig dit jaar. Daar echt complimenten daarvoor. Ik bedoel. Ja, ze zijn ook heel erg hun favoriete Pokémon blijft. Dus, ja. Maar ik moet zeggen, ja, bijvoorbeeld met Kingdom Hearts. Niemand wou in beeld. Nee, het moest even vlug, vlug, vlug. Te druk hiervoor, te druk daarvoor. De wachtrij kriskras door elkaar heen. En er werd heel veel gejat. Dus first look, echt serieus, let er een beetje op. Maar de pluspunten. De stands waren goed. Er waren hele leuke games inderdaad te doen. Ik bedoel, serieus, Let's Go Eevee. Jammer dat het niet inderdaad interactiviteit was met Eevee, want daar zat ik op te hopen. Maar je kon hem toch spelen, dat was heel erg leuk. Smash was heel erg leuk. Kingdom Hearts vond ik ook heel erg leuk. Ja, Mario Party, daar hebben we niet echt heel erg veel van gezien dat ik banaantjes kon maken, maar... Ja, daar hebben we helaas alleen maar één dingetje van gezien en dat was al het ding waar... Dat, dat Eevee heel goed kan uitleggen. Ja, dat was heel leuk, inderdaad. Sorry, ik zie je knuffels ook nog, ik wil even mijn moeder vast maken. Oh, ja, tuurlijk. Liever eigenlijk dat je het vraagt of zo, weet je. Heb je gespeeld? Ja, tuurlijk. Ik ben nou net met een vlog bezig. Ja. We hebben wel redelijk. Maar ik ga even verder met de afsluiting. Dus ja, het gebeurt zo, maar dat iemand in één keer spontaan een foto maakt. Je weet wel. Dat is gewoon spontaan zomaar in één keer. Fotootje. Ik gooi hem in de Discord, jongens. Trouwens, Discord link staat in de beschrijving. Mocht je nog niet op de Discord gezellig mee zitten te leuteren. En noem maar op. Dus kom gezellig bij de Discord. Wij zitten daar regelmatig gezellig te chatten. Hoe voelt dat nou eigenlijk zo? Want je ziet mij heel erg vaak doen. Nou doe je het zelf zo. Nou, ik vind het ook gewoon leuk om af en toe een keertje... Ja, gewoon gestrekte armen inderdaad. Strek, strek, strek! Hij is Electaman of zo. Hoe heet die gast ook alweer? Ik bedoel, Mega Man 11 is uit, jongens. Ik weet niet welke man. Je hebt Bounce Man en weet het allemaal nog wel meer. En je Blok Man en je weet wel, hè? Twitter, Blok. Ja, nog wat man. Ja, wat de F? Alle pizza's, 3,99. Oh. Deze film wordt niet gesponsord door New York Pizza. Niet te vergeten natuurlijk René Koorts, die zijn award had gewonnen. Echt in de winkel willen we hem zeker zien, maar ik ben echt trots. Ja. Animal for You, volgende maand, DCC, dat is, weet ik van wanneer, DCC staat, is... 24 en 25 november. Op die datum. Precies. Dankjewel, editor. Editor! Moet je het nog inspreken ook, hè? Tekst accepteren niet. Nee, maar dan vier ik dus ook weer mijn verjaardag natuurlijk op Dutch Comic Con. Ik sta heel erg veel bij de plusstand Any World For You. Dat is waar dat ze dus zoveel plusjes verkopen. Dat is zeker een van de plekken waar dat ik veel zou staan. Ben je daar nou ook? Want dat zou ook zijn in de jaarbeurs hier in Utrecht. Kom gezellig langs. Misschien zie ik jullie dan daar ook wel. Lijkt me hartstikke leuk. First Look natuurlijk weer bedankt dat ik weer een geweldige video heb kunnen maken. Het was weinig wat ik heb kunnen maken, want ik heb maar een paar dingen kunnen doen. Iedereen die had het druk. Ja, dan ga ik niet als een boerenlompe... Hoi. Juist. Dan ga ik niet als een boerenlompe tegen iedereen zeggen van... Nou jongens, hi. Ik moet het bij een paar doen, maar dan hou ik het ook maar bij een paar. Dus mensen, als jullie van First Look deze video zitten kijken... Wij hebben eigenlijk bijna non-stop niks gedaan, dan is alleen maar gefilmd. Maar we hebben helaas weinig content, omdat we hebben best wel veel moeten wachten bij heel veel dingen. Dus. Mijn arm is er ondertussen een beetje lam van. Ja, ik zal wel... I'm gonna wrap it up. Gonna wrap it up. Gonna wrap it up. Gonna wrap it up. Rabbit. Nee, jij moet gewoon je arm weer zo. Of moet ik nou de arm maar doen? Zal ik de arm? Ja, doe jij maar. Ik heb hem al. Maar. Ja. I wanna take his face. Ja, nou sla je bijna de camera uit, maar anders op vlot. Nee. Vlot. Jongens, bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke video? Laat natuurlijk een like achter als je daar de tijd voor hebt. Erik, enorm bedankt voor de cameraman. Laat een like achter voor Erik. Hij is cameraman geweest, ik zeg. Doe me dat gewoon, weet je wel. En wat vond jij jouw favoriete item? Laat het natuurlijk weten in de reacties. En met dat, tot de volgende keer! Doei! Ik kan niet zwijgen, mijn handen zitten vol. Flotsch. Flotsch.